Vandaag zetten we een van de meest erudite journalisten die de Vlaamse pers gekend heeft in de schijnwerpers. Frans Sus Verleijen. Hij schreef jarenlang het woord vooraf van Vlaanderen. Als hoofdredacteur van het nieuwsmagazine KNAK. Met zijn editoriaal had hij een groot gezag in intellectuele kringen. Hij durfde dwepen met al maar nieuwe ideeën en nieuwe politici. In de jaren 70 kregen Martens en Schulz een podium. Later zag hij in Guy Verhofstadt de man die België uit de verstarring kon halen. Bijna keer op keer mondde de bewondering ook uit in een hechte persoonlijke band. En volgden er vaak bittere teleurstellingen en breuken. Bij zijn collega's groeide voorbehoud. Moest Verleijen als journalist niet een zekere afstand bewaren? Voerde hij geen campagne voor zijn vrienden? En werd hij niet zelf gebruikt? Maar Sus, zeggen kennissen, was mateloos. Niet alleen in zijn werk, ook in de vriendschap. Toen hij in 1997 overleed, op zijn 56e, woonden veel hoofdrolspelers uit het politieke, culturele en economische leven zijn begrafenis bij. Vanavond vertellen ze mee zijn historie. Het beste is het raadsel te vergroten. De laatste zin die mijn hoogleraar in Leuven, bij wie ik mijn thesis had gemaakt, de laatste zin die hij me zei voordat ik hem nooit meer teruggezien heb, je moet je niet afvragen welk beroep je gaat uitoefenen. Het enige van belang is je dienst aan de Vlaamse gemeenschap. Op deze dag wil ik namens mezelf en allen hier getuigen dat hij, Sus, een mooi man, een prachtige mens was. Een reusachtige boom, een olea europea zoals je die alleen in Puglia ziet. Als ik niet lief had, geen broeder had of geen vader was, dan zou ik zeggen dat jouw vriendschap beter dan de liefde was. Beter dan het broeder en vaderschap tegelijk. Scherven voor Sus. Tot wie hij beminde, zei hij luidop dat hij hem of haar beminde. Dit is zeldzaam. De waarheid als liefde. Voorbij het toeval en de nood, eindelijk voorbij goed en kwaad. Slaap, mijn dolle kameraad, in de schoot van de goede dood. In ons taalgebied was hij een geniaal journalist. Hij was de prins, als je wil, van de prachtige taal in de Vlaamse journalistiek. Sus was een heel uitbundig man. Was een man die je kon bezielen eigenlijk met alles. Was ook een man die alles wist. Altijd gepassioneerd. Alles wat hij deed was eigenlijk gepassioneerd. Frans had alleen vrienden en vijanden. Hij kon je hand vasthouden. Of een arm om je heen slaan, waar geen ontkomen aan was. Hij kon zeer dicht bij je zitten. Hij kon mensen drinken, als het ware. Ik denk dat ik die vriendschap met hem volledig leeggezogen heb, bij wijze van spreken. Als je deze vent gekend hebt, heb je mazzel gehad. Frans Verleijen was het gezicht van KNAK, het weekblad dat hij meer dan een kwart eeuw heeft geleid. Een succesverhaal. Hij is pas 31 als hij hoofdredacteur wordt. Onder zijn leiding groeit KNAK uit tot een veelgelezen kwaliteitsmagazine. In 1996, een jaar voor zijn dood, stelt Verleijen zijn redactie voor aan koning Albert.
Knak viert dan zijn 25-jarig bestaan. Gedurende meer dan 25 jaar schrijft Verleijen op pagina 3 zijn hoofdartikel. Het woord vooraf in Knak wordt een begrip. Tot een week voor zijn dood geeft hij met veel literaire zwier zijn kijk op de wereld. En hij weet precies voor wie hij schrijft. Ik stel mij dan altijd zo een leraar, een 30, 35-jarige leraar met ambitie voor. Dat is een abstract idee van mij. Die klopt misschien niet helemaal in de feiten, want er zijn nu niet zoveel leraars. Maar het is voor die man, voor een goede onderwijzer, schrijf ik graag. Wat ik van hem als journalist heb geleerd, dat is denk ik wat iedereen op Knak van hem heeft geleerd. Hij zei vaak, wij zijn onderwijzers zonder krijtje. En daarmee bedoelde hij, je moet zo schrijven dat iedereen dat kan begrijpen. Hij doordrong gans die redactie en gans dat blad van zijn eigen gevoelens, zijn opvattingen, zijn meningen. En ja, Nak was Suus en Suus was Nak. Zijn beroemde, prachtig geschreven wekelijkse commentaarstukken of woorden vooraf in Nak, wel nu die... waren natuurlijk niet van sympathie gespeend. Integendeel, die vloeiden over van bewondering en van sympathie voor elke nieuwe icoon die Suus in zijn leven ontmoette. Dat was niet meer objectief. Dat was wolk, een pleidooi voor. Hè. Maar goed, men nam dat dan, men wist dat. En men zei, als je Suus leest, ja, dan leest je het pleidooi voor Van Miert of voor Schiltz of voor Martens of voor Verhofstadt. Ik kan niet zeggen dat hij met politiek tot steun is geweest. Het was sympathie, antipathie met opeenvolgende fases. Daarvoor was hij in politiek opzicht niet vasthoudend genoeg. Hij was zeer eclectisch. Dat wil zeggen, ideeën en personen aanhangend of afstotend gedurende hand zijn periode dat hij als journalist zeer actief was. Ik was 15 of 16, toen door een boel omstandigheden mijn vader door vrienden werd uitgenodigd om naar de opera te gaan in Keulen. En dat was die Zauberflöte van Mozart. Het heeft zo'n verpletterende indruk gemaakt op mij. Ik begreep niet wat er gebeurt. En dan mijn hele jeugd, verder lang, heb ik... met die opera geleefd en ik kende hem van buiten toen ik 18 jaar was. En ik kende hem nog van buiten. Mijn vader kwam zelf uit een heel arme familie, heeft zich echt opgewerkt dankzij de sociale wetgeving en dankzij het onderwijs. Hij is onderwijzer geworden, daarna inspecteur, lager onderwijs. Hij schreef jeugdboeken. Van voor de oorlog al. Hij werkte mee met Tenier. Hij schreef luisterspelen voor kinderen. Dus dat vertellen en die aandacht voor taal, dat heeft hij zeker van bij ons thuis. Ik ben dus niet iemand die zegt, ik heb een gelukkige jeugd gehad. En ik doorzag relatief vroeg de valse mythe van het gelukkige, kroostrijke gezin. Ik weet wat dat is, het slechts bezitten van 3 fietsen voor 5 zonen. Dus ik kom uit dat wat benepen, lichtjes schijnheilige, actief katholieke en Vlaams gezinde milieu. Ik denk dat de fantastische verhalen over zijn jeugd, en dan vooral de kritisch fantastische verhalen over het opgroeien in een katholiek, streng... Vlaams-nationalistisch, autoritair. Er is eindeloze uren over geruzied bij familiefeesten later van Suus. Maar waar raad je dat? Zijn in een ander huis, in een andere familie groot geworden dan wij? Ik denk dat hij dat aan zijn imago verplicht was, dat hij zich daar ook moest tegen afzetten. Aan het Sint-Rombouts College in Mechelen volgt Frans Verleijen Grieks-Latijnse humaniora. Hij wint opstelwedstrijden en blaast het schooltijdschrift Vadrik nieuw leven in. In de literaire kroniek publiceert hij met de iets jongere Herman de Koning zijn eerste proza en poëzie.
hij kon, was animeren. Van jongs af aan. Hij verzon altijd wel weer dingen die plezierig waren. Was ook de man die de muziek in zijn vingers had. Volgde pianoles, speelde gemakkelijk piano. Was iemand die gauw naar een instrument greep en begon te zingen. Dat soort dingen. Prins Tamino, voor Stella. Voor drottning zender hij den här medaljongen. Det är en bild av hennes dotter. In 1960 gaat Verleijen naar Leuven om er moderne geschiedenis te studeren. Onder de naam Tamino schrijft hij columns voor het studentenblad Ons Leven, cursiefjes in de stijl van Carmichelt en Bomans. Zo krijgt hij een vaste rubriek bij de Standaard en het Nieuwsblad. En tussendoor behaalt hij ook nog zijn diploma. Ik ken Frans, praktisch van op de universiteit. Hij was een paar jaar jonger dan ik. En dus in mijn ogen was dat toen een neofiet, hè, een schacht zoals ze toen zijn. Hè. Maar die toch al vrij vlug het grote woord voerde in de desbetreffende cafés. Dus, hè. Maar ik heb van hem toen een indruk ondervonden van iemand die ja, een zekere serieus had, een zekere diepzinnigheid ook, die vrij ongewoon was bij de lichtjes banale, Vlaams voelende studentenpopulatie van die dagen. Hè? Want er waren nog allemaal mannetjes van de pet, elite mannetjes, hè? Die nog nooit gewerkt hebben, niks uitstaken en veel babbelden. Hè? Van dat type was hij helemaal niet. Frans Verleij was zeer belezen. Hij las dingen waar wij niet toe kwamen, wij bij gebrek aan tijd, want hij was een student, waarschijnlijk een heel vlugge student, want hij had bakken tijd over elke week, hij had alles gelezen. Dat was heel leuk. En zo achteloos had hij altijd 2, 3 kleine boekjes bij. Maar hij legde die op de rand van de tafel. En deed dan verwonderd als iemand zei, zus, wat zijn die boekjes? Ach, die boekjes. Ja, dat is een boekje over Zen. Ik zou u dat sterk aanraden. En dan waren we natuurlijk voor 3 uren vertrokken. Sus was een imposant iemand, hè, liet zich niet onder de vloermat vegen. Hij was belezen, al die elementen samen maakten dat Sus heel gemakkelijk kon dialogeren. Als je een prof ergens tegenkwam, gelijk waar, Sus kon in dialoog treden. Ik zeg niet dat collega's waren, dat is niet waar, hè. Er was een afstand. Maar Sus had zeker geen drempelvrees om met gelijk wie. Dan mocht de koning binnengekomen zijn, dan had Sus nog gezegd, hoe is het ermee? Ik was een grote brosser. En ik liep ook gevaar op dat stuk, want er bestonden allerlei reglementen voor als je 3 keer betrapt werd op brossen. Ja, dat kon gevolgen hebben voor het examen of zo. Dan trad er een periode op van een, in mijn geval toch, onbeschrijfelijke concentratie. En wat ik deed, maar niemand anders deed dat. Alle cursussen die wij hadden, die resumeerde ik. In een prachtige calligrafie. Ik zou er eigenlijk nog even willen terugvinden, want ik herinner mij dat dat volmaakt geschreven was en geordend en in paragrafen en zo. Ik verkortte een cursus tot de helft. Er drieven 7 witte zwanen op een meer zo helder als het paradijs. Op een dag schrokken ze op, het was een meer van tranen en de 7 zwanen togen op reis. Op reis om de bron van het verdriet te vinden. Nog nooit hadden zij iets zo bitters gesmaakt. Ze wiekten door reis. Leuven maakt ondertussen ook kennis met Kleinkunsteiland. Een jaarlijks evenement waarop zangers als Mil Kools, Hugo Raspoet en Cor van der Goten een podium krijgen. Presentator is Frans Verleijen. Sus was als presentator eigenlijk ook iemand die dat vlotte, humoristische woord bezat. Hij was, zonder geprogrammeerd te zijn als kleinkunstenaar, eigenlijk de 8e of de 9e kleinkunstenaar die er optrad. Er lag een kind op tapijt, ik was zo vrij het te zoenen.
haar mondje smachtte naar nog, en toch was het kind nog zeer groene. Er was in Vlaanderen volgens Suus maar één man die eigenlijk in het spoor kon gaan van Brassens, en dat was Cor van der Goten. De Brassens-achtige toon, de sfeerzetting van Brassens. Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron. Ce grand chêne fier sur son tronc. Als je bij Frans een strofe van Brassens kon zingen van buiten, kon je kwaad mee doen. Maar Brassens, de thema's van Brassens waren voor Suus enorm belangrijk. Hè? Die mate van solidariteit, lichtjes tegendraads, tegen de gevestigde opvattingen van machthebbers. Ik durf zeggen dat Brassens een stukje van mijn leven heeft veranderd. Die heeft mij geleerd dat er een hele waardige manier is, een literaire manier, een beetje toch eigenlijk een volwassen manier, om rebel te zijn. Als student al werkt Verleijen elk weekend voor de BRT op het Flageplein. Hij maakt er satirische radioprogramma's met onder andere Jan Gijze en Milde Keizer. Frans Verleijen was zowat de denker van het groepje. Hij schreef stukken, puntige, scherpe, ironische, cynische, satirische stukken zoals van hem. Want er zaten ook stukjes tussen al dat gebabbel natuurlijk. En hij bekeek de wereld feitelijk van op afstand. Van achter een caféraam bij voorkeur. Het was begin jaren 60. En ik ben dus blijven liefhebben bij de radio. Ook toen ik in het leger was, toen het militaire weekeinde aanbrak, snelde ik in uniform naar Brussel, naar de montagestudio. En dat was het een zondagmiddagprogramma, Trammeland. Welke banden brengt u binnen? Toast. Toast. Wat eigenlijk van Toast? Problemen. Banden vol problemen, want... Oh ja, dus opname is de batterij van... Nou wel. Maar de batterij van onze Perfecton, hè, was zwak aan het worden. Hè. Ja. En aan het aflopen. En de eerste band, dat gaat nog. Maar daarna is die batterij nog verder verzwakt. Wij hebben nagekeken, stond heel zwak. En nu, als wij dat normaal reproduceren... Dat is nog een camera. Ja. Wanneer wij dat normaal reproduceren, loopt dat veel te snel, hè. Het wordt een scheve totendrek. En wat staat er op de band op? Over wat gaat het onderwerp? Carnavalviering in Brugge. Ja. Na zijn legerdienst gaat de jonge historicus Verleijen aan de slag als Rijksarchivaris. Maar niet voor lang. De liefde voor de journalistiek blijkt onweerstaanbaar. Ik ben een van de heel weinige Rijksarchivarissen die uit intellectueel torment de telefoon heb genomen. En met een hele mooie wedde, als jongeman van 25, naar de baas belde in Brussel. Meneer, ik zou willen ontslag nemen van de staat. Ik heb Frans Verleijen voor de eerste maal ontmoet op de Standaard. Hij zat toen op de redactie Buitenland. En de redactie Binnenland beschouwde hij zowat als... Ja, de mensen die verslag uitbrachten over de Belgische gemeenteraad. En hij sprak over de Belgische dorpspolitiek. Voor hem was alleen cultuur en internationale politiek belangrijk. Maar op een bepaald moment stelt Theo Lefebvre voor om hem te interviewen. En Suus Verleijen had niks om handen en hij wilde wel eens meegaan. En toen was een interview nog iets heel formeels. Maar Verleijen gooide heel dat scenario door elkaar. En ook stelde hij een paar indiscrete vragen, in mijn ogen althans, over de zelfmoord van de zoon van Theo Lefebvre. Iets waar toen maar in zeer bedekte termen was over gesproken. En ik dacht, ja, Theo Lefebvre gooit die man buiten. Maar in tegendeel, Theo Lefebvre ging het gesprek aan. Dat had zoveel succes dat we dan ook andere politici zijn gaan interviewen. En dat is dan de politieke reeks geworden waarvoor we samen de persprijs hebben gekregen. Verleijen vond dat de Standaard te eng Vlaams was. Dat de grote problemen van die tijd aan de Standaard voorbij gingen. De ecologie, de 68-beweging... dat de hoofdartikels veel te conservatief waren.
daar zijn een aantal incidenten uit ontstaan. En hij had, samen met, en ik trouwens ook, had een uitnodiging van meneer Den Olf, de baas van KNAK, om daar te komen werken. Toen hij eraan gekomen is, laten we zeggen, toen KNAK zijn remake heeft gekregen eigenlijk, hè, heeft hij toch een groep samengebracht van journalisten. Hij zelf, om te beginnen natuurlijk, dan is Karel Antiers erbij gekomen, zijn broer Johan, dan is Johan Struijen, dat was een echte groep. Dan is dan ook Hubert van Umbeek wat later daarbij gekomen. En die hebben eigenlijk die KNAK gemaakt. Ze, laten we zeggen, die heeft echt opgebouwd, hè, bijna steen voor steen. Wat hij wilde bereiken was dat KNAK voor hem ook een instrument voor emancipatie was. Hij had daar een zeker besef van, ik denk niet ten onrechte, dat KNAK toch het eerste, laten we zeggen, kwaliteitsmagazine in de Vlaamse pers, dat het mee een rol moest spelen in wat hij wel eens de ontvoogding van Vlaanderen noemde. Tot enkele jaren geleden was het in België niet mogelijk een hoofdartikel te lezen in de pers dat niet geschreven was door ofwel een politicus zelf, oftewel een ambtenaar bij het parlement. Vandaar ook dat hij bijvoorbeeld een rol heeft willen spelen in, of heeft gespeeld in, ik zeg maar wat, het Egmondpact, waar hij een heel uitdrukkelijk voorstander van was. En dat voor hem ook een politiek ontvolgingsproject was. Dat moest gedaan zijn met dat oude gezeur in de Vlaamse beweging, dat het tijd was om daar nu eens komaf mee te maken. En zijn er nog een aantal dingen. De liberalisering van abortus bijvoorbeeld was ook een groot voorstander van. Dat was in de jaren 70 allemaal niet zo evident. En daarmee heeft hij een rol willen spelen. Waarbij hij dacht dat de slotsom moest zijn dat de Vlamingen, het klinkt een beetje idealistisch, eigenlijk een meer bevrijd en gelukkiger volk zou moeten zijn. Verleijen wil vooral weten wat er buiten de wedstrijd gebeurt. In de beginjaren van KNAK houdt hij zich vooral bezig met de internationale politiek. Hij reist de hele wereld rond, alleen of in het kielzog van een of ander politicus. Later noemt hij het de gelukkigste periode van zijn journalistieke carrière. Opgevallen dat de mensen, en er zijn 50 miljoen Egyptenaren op een kleine bewoonbare plek, die leven in de aarde. Dus de kleuren van hun dorpjes, die hebben dezelfde kleuren als die van het zand. En de piramiden zijn eigenlijk ook zo. Dat zijn in feite stenen vertalingen van de bergen aan de horizon die je ziet. Hè? Dus de mensen hebben gehuwd met de aarde. Enfin, dat is wel wat dichterlijk, maar in feite, we hebben behoefte eraan om dat eens te beseffen. Ik vind het een heel ontroerende gedachte om hier te zijn. Ik heb al veel gereisd en ik ben hier bijzonder ontroerd. Als hoofdredacteur van KNAK krijgt Verleijen steeds meer gezag en prestige. Privé gaat het minder goed. Hij verlaat zijn eerste vrouw. Ik denk in onze jonge tijd, dat waren ook de beginjaren van KNAK. En toen was hij heel veel op stap. Hij leefde ook echt voor zijn werk. Wat niet wil zeggen dat hem afwezig was in de zin dat hem geen invloed had op ons leven. Bijvoorbeeld, toen ik echt nog klein was, heb ik waarschijnlijk op een of andere manier blijk gegeven van een belangstelling voor fossielen en archeologie. En heel mijn leven lang ben ik echt bestookt geweest met boeken over het oude Mesopotamië en de tijd der dinosauriërs en de farao's. Maar het heeft ook gewerkt. Het is ook een interesse geweest die ik heel mijn leven heb gehouden, die ik nog altijd heb. En dat is toch ook mede dankzij hem. We reden door de smalle bergpaden. En zus zong een kantilene. En dan nog één. En dan nog zeven. Zus, nu even geen gezang. Ook niet het mooiste lied, alsjeblieft. Ik zwijg als een graf, zei hij. Na 3 minuten zijn stem. De stem van zijn 14 jaar. Mag ik dan één versje citeren? Eentje, zus, als het zo nodig moet. Urenlang duurde de cadens
van alexandrijnen en refreinen. Ik viel in de ogen van een reeg. Verbeelde schepen, neem mij mee. Maria moet gaan varen. Veel vroeger bezong de Philomeel voor Magdalena's bloempriëel en wind wies in mijn haren. Gezelle steeg op het zonnevier. De kedel der kolibries is hier van zomer schoon beslapen. Ik snoer u van de klinkerschaal hoog in de lucht. En als ik daal, toch gaan ze me eens voorbij. En als ik daal, Maria, wil mij raven. Is mooi, hè? De zus kon mateloos werken, maar zus kon evengoed mateloos de andere zijde van het leven beleven. Ik bedoel daarmee, als zus ergens in een gezellige buurt belandde of in een gezellig gezelschap, stond daar ook geen maat op. Als zus een nacht kon doorwerken, dan kon hij ook een nacht doorpraten. Gesmeerd door een goed glas wijn. Wij hadden de gewoonte om elke middag met een paar mensen, elke dinsdagmiddag na de redactievergadering, met een paar mensen van de redactie te gaan eten. En dat, zo, dat gevoel van, ja, ik zeg nu wat oneerbiedig, maar zo dat kampvuurgevoel. Van, ja, we moeten dat doen, zo die sociale rituelen in stand houden. En zo, boys will be boys. Daar mocht al iets bij gedronken worden en over de vrouwen geroddeld. En het ergste was natuurlijk als we in een etablissement kwamen waar een piano stond, want dan wou je daar per se op gaan spelen en begon die liedjes te zingen. En dat was dan eindeloos. Dus wij trachten dat te vermijden voor we een café binnen gingen. Eerst kijken of er geen piano stond en dat was ten orde. De feesten in Hoven, in zijn tuin, woont daar in de Villawijk, die zijn legendarisch geworden. Om de twee weken bracht hij daar de meest uiteenlopende personaliteiten en personages samen. Een brave christendemocraat naast verlopen artiesten, ondergedoken collaborateurs, nymphomane vrouwen en zo meer en zo meer. Hij verzamelde dat, begon dan te zingen, droeg romantische gedichten voor, ontstak een groot vuur. Nee, dat waren legendarische gebeurtenissen en iedereen was erop uit om op die feestjes aanwezig te zijn. Verleijen kent de geheimen van de Wetstraat als geen ander. Politieke vrienden worden altijd persoonlijke vrienden, waardoor hij als journalist niet altijd voldoende afstand bewaart. Maar zijn keuze is nooit aan één partij of strekking gebonden. Hij was iemand die door iemand werd aangesproken, door ideeën werd aangesproken. Dat was niet altijd op het persoonlijke vlak. Dat was vooral de ideeën die iemand naar voren bracht, hè. Wat dan ook dat segment, dat aandachtssegment mocht zijn, is dat de Vlaams-Waalse politiek, is dat de economische politiek, is dat de ethische politiek of wat ook. Als dus een boeiend figuur tegenkwam, dan kon hij daardoor, of kon hij eigenlijk daarmee gaan dwepen. Op het gebied van de Vlaamse politiek vond hij mij formidabel, omdat ik durf afstand nemen van het heel klassieke, traditionele, ik zou zeggen het waardevolle, maar toch verouderde Davidsons-Flemingantisme. Vandaar dat hij dus mijn doorbraakpoging in Egmond enorm gesteund heeft. Maar dat als ik de lessen uit Egmond getrokken heb en gezocht heb naar een weg om hetzelfde te bereiken, maar meer geleidelijk, dan was voor hem het charme eraf. Maar als hij met iemand kapte, omdat hij op een of andere manier die ideeën had, laten we zeggen, laten verwateren of later miskend had, dan was die breuk ook totaal. Mijn vrouw kon niet goed verdragen dat ik grijs haar kreeg. Die vroeg dus dat ik mijn haar zou verven. Als je vrouw graag ziet, dan doe je dat, hè, want daar zie je vrouw graag voor. En dat stoort niemand en dat schaadt niemand. En wel dat hij dan zo in een artikel daar en dingen. Nu schildert hem zijn haar al. Allee,
En dacht ik, zus, sorry, je bent ernaast. Hè. Dat is teken dat je last hebt met mijn vriendschap. Hè. En zus heeft in zijn leven zo'n aantal politici gehad die voor hem een nieuw maatschappelijk project aanreikte, ideeel. Hè. En daar was hij dan ook dweperig verliefd op na. Hè. Zoals bijvoorbeeld hè, Wilfried Martens, de staatshervorming. Hij heeft geloofd in Martens. Ik denk dat hij in mij zag natuurlijk de hervormer van de CVP. En niet alleen in Vlaams opzicht. Ik heb er een echte Vlaamse partij van gemaakt, een federalistische partij. Dat interesseerde hem misschien minder, maar hij was ervan overtuigd dat ik ook een belangrijke vernieuwing in de partij zou tot stand brengen. Ik denk dat dat hem aantrok. Op basis van een week gesprekken met mij heeft hij dat boek geschreven. Trouwens opmerkelijk, op 3 dagen tijd. Want ik was nog op vakantie in het zuiden van Frankrijk toen ik de tekst kreeg. En ik was dus uitermate verrast dat hij 3 dagen en 3 nachten dat boek heeft geschreven. Wat dus wel een uitzonderlijke prestatie was. En dat is het genie van het Verleijen natuurlijk. Frans Verleijen zet op geregelde tijden zijn eigen geloofwaardigheid in de zeik. En meteen ook die van zijn blad. In 1985 schreef hij het boek Een gegeven woord, dat het midden hield tussen een flodderig, breed uitgesmeerd interview en de vroegtijdige memoires van een omhooggevallen dorpsklerk. Het boek verscheen in volle verkiezingsstrijd en was al dus een van de pijlers van Martens' campagne. In 1987 herhaalde Frans Verleijen zijn journalistieke hoererij in het boek De Factor Verhofstadt. Ook nu verscheen het boek in volle verkiezingsstrijd. En ik weet niet wie het heeft gezegd, een of andere journalistieke commentator, maar ik geloof het bijna. Het is bijna een heilige leven. Dit is een lang tijdschrift-artikel. Hè? Ik teken dingen op en ik probeer ze zo correct mogelijk weer te geven. Dat is niet aan ideologieën gebonden, want ik heb al veel ideologische arsenalen aangeboord. Maar ik vind dus wel, in België zeg, een kerel die op 28 jaar partijvoorzitter wordt, die op 32 jaar vice-eerste minister wordt. Ja, dat is een factor, dat is nieuws. Het is een publiek geheim dat hij nogal nauw naast Verhofstadt heeft gestaan, zeker in die vernieuwing van de VLD. Binnen in de redactie zorgt dat voor een heleboel discussie. En het siert hem eigenlijk dat hij nooit zijn visie op de zaken heeft opgelegd. Wat bij andere bladen wellicht wel zou gebeurd zijn. Hier is dat hier in bij zijn knaks verschenen, waar precies het tegenovergestelde werd verteld binnenin dan in zijn voorwoord. Het was eigenlijk ontstaan als een normale relatie tussen een journalist en een politicus, maar het is geleidelijk aan iets veel intenser, iets veel dieper en iets totaal anders geworden. En dus de laatste 15 jaar was het eigenlijk een vriendschapsrelatie geworden die niets meer te maken had met... Ik bekeek hem niet als journalist en hij bekeek mij niet als politicus meer. In 1991 stelt Verhofstadt zijn eerste burgermanifest voor. Boze tongen beweren dat het boekje door Verleijen geschreven is. De officiële versie luidt dat het burgermanifest door hem is nagelezen. Maar er ging toen een grapje eronder op knak dat zei dat Verhofstadt een Friedman onder de arm had en zus Verleijen onder de knie. Ik belde hem op en ik zei, ja, ik heb een manifest geschreven, je moet dat eens lezen. En heeft dat gelezen en heeft daar dan een toch wel wat vloeiender stijl in gestoken. Je kunt natuurlijk zeggen, ze hebben elkaar wederzijds gebruikt. Hè? Dus in die zin dat Guy Verhofstadt aansluiting heeft gevonden bij een bekende journalist, die voor een deel zijn ideeën is ook beginnen uitdragen. Anders kunnen zeggen dat zus Verleijen de jonge Verhofstadt heeft gebruikt, tussen aanhalingstekens, omdat die hem een bepaald soort nieuw materiaal aanleverde met nieuwe ideeën waar hij misschien anders niet zou aan begonnen zijn. Verleijen houdt zich steeds minder met politiek bezig en dat is aan zijn bijdrage in Knak ook te merken. Begin jaren 90 schrijft hij een reeks over Schubert, want een van zijn grote passies is nog altijd muziek. Voor Radio 3 maakt hij een serie over de tragische figuur van de componist. Hij wist gans dat werk eigenlijk van Schubert te plaatsen binnen zijn historisch kader, binnen zijn maatschappelijk kader en wat weet ik allemaal. En dat heeft namelijk die reeks zeer, zeer interessant en zeer
populair zelfs gemaakt bij de luisteraars in die tijd. Want als ik mij goed herinner, heb ik die reeks vijfmaal uitgezonden op Radio 3. Toenmalig Radio 3. Zijn redactievergaderingen begonnen altijd met een grote uiteenzetting over iets dat hem toevallig passioneerde, iets dat hij toevallig gelezen had en zo. En daar ging hij dan beetuit op in. En meestal eindigden de redactievergaderingen ook daar met zijn uiteenzetting. Hè. Zo was hij nu eenmaal. Dat was die passie in die man natuurlijk. Hè. Hij had zo vaak van dat soort dingen waar hij dan plots door begeesterd was, om het met de germanisme te zeggen. En waar hij dan ook bijzonder enthousiast kon over zijn. En dan verzamelde hij daar alles over. En dan na verloop van tijd schreef hij daar een boekje over en toen was het gedaan. En dan ging hij naar het volgende. De eerste passie die ik me kan herinneren, dat was het zelf maken van wijn. Ja, ja. In de kelder, het huis lag dan ook prompt boeken van hoe maak ik mijn eigen wijn en thuis wijn maken. Was dat met appels, hè? Appelwijn, ja. En het resultaat was dat dus na een jaar onze kelder vol stond. Let echt overdrijf niet. Er stond vol grote glazen kruiken, darmen, ja, allerlei ingewikkelde installaties. En dat stond gewoon allemaal vol schimmel. Want na een bepaalde tijd was die hobby ook niet meer interessant. Ja. Dus die passie was dan afgeschreven en dan kwam er een nieuwe passie. De aquaria. De aquaria. Hè. Prompt opnieuw overal boeken. Hè. En ook 5 aquaria. Hij probeerde ons dan enthousiast daarbij te betrekken. Hoe maak ik het aquarium schoon? Ja. Uiteindelijk waren het dan effectief wij die altijd de aquaria schoon moesten maken. En we vonden dat toen nog leuk. We waren nog klein genoeg om dat leuk te vinden. En we begonnen die hobby. Verwaterde dan ook. En die vissen zijn dan ook allemaal gestorven. Misschien een van de authentiekste kanten, zijn groene kant. Hij was geobsedeerd door de vogeltjes, vooral de vogeltjes. Ik heb het woord bij hem voor de eerste keer gehoord. Hij was een bird watcher. En soms had hij zijn grief, zoals hij zei, bij. En dat was een verrekijker die hij stevast zijn jumel noemde. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak-tjak. Tjak, tjak. Hij kon ongelooflijk goed vinden met Toon Hermans. Er waren makkers. Toon Hermans had een ongelooflijke, bijna minimalistische manier om naar het leven te kijken. Heel erg vanuit de theemuts. Vanuit de theeblaadjes in het En hij kon daar op een manier over schrijven dat je de man wilde leren kennen. Hij heeft ongelooflijk veel over Toon Hermans verteld. Over zijn liefde voor die man. Hij was een dichter. In de journalistiek. De tragiek die Verleijen bij Schubert zo aanspreekt, zit gedeeltelijk ook in zijn eigen leven. De dokters stellen kanker bij hem vast en zijn tweede huwelijk loopt ook spaak. Verleijen was, zoals in vele andere domeinen, ook met vrouwen, wat ik zou noemen, zeer gulzig. Hij was ook geobsedeerd door vrouwen. Als hij een intelligente en liefst aantrekkelijke vrouw had ontmoet, ja, hij moest daar alles van weten. Dat heeft eigenlijk heel zijn leven wel bepaald. Hij heeft daar hoge vervoeringen mee gehad, maar hij heeft er ook heel veel verdriet en heel veel treurnis om gehad. Hij zat dikwijls diep in de put. Ik herinner me ook in de jongere jaren van mijn leven. Dan ging ik hem opzoeken, mijn ouders waren pas gescheiden. En ik ging hem opzoeken. Hij woonde toen in een heel klein huisje. Ik had nog wel redelijk veel medelijden met hem toen. Hij moest in een heel klein huisje wonen, zo'n arbeidershuisje. Hij koos daar ook voor. Hij voelde hem daar goed. Maar ik vond dat zo zielig voor mijn papa, dat hij zo plotseling in een heel klein huisje moest wonen. En dan in de tijd was dat liedje van Clouseau, Anne, heel erg in trek. En dan nam hij mij op. En dan danste hij door de kamer met mij op Anne. En dan was hij aan het zingen. En ik vond dat fantastisch. En
Zo van die hele kleine herinneringen, hele kleine warme herinneringen, zo zijn er heel veel. Hij trouwde op de grens van Umbrië en Toscane. Hij had een wijde witte hoed op. Na de ceremonie moest hij volgens lokaal gebruik 3 maal rond het marktplein lopen, terwijl Annemie hem voorttrok aan een touw. Terwijl een rij zwartgerokte, tandeloze grootmoeders krijste van genot om zoveel innige slaafsheid vanwege zo'n heer. Want ook toen was zus sierlijk als een Don Quixote, dansend in zijn geteisterd lijf. Het is zo dat ik hem heb leren kennen, niet zo lang daarna heeft hij de diagnose gekregen van zijn ziekte. Hij is heel veel thuis beginnen werken. En ja, ik kan het eigenlijk een beetje zo typeren dat hij toen eigenlijk toch een beetje een reflectieve periode van zijn leven begonnen is. Terwijl hij vroeger superactief, ja, ook voor zijn familie nooit thuis. En nu eigenlijk een beetje het omgekeerde. Ik heb hem naar de dokter gevoerd waar hij de boodschap kreeg dat hij ziek was, ja. Ja. En we kwamen terug en hij zei me dat. Ik zeg, ja, zus, jongen, ik ben een dikke, ik had eigenlijk moeten sterven van hartziekte. En jij zijt een magere en jij had moeten leven. Hè. Maar ik denk dat je nu, en ik zei het hem zo, hè, ik denk dat je naar de klote bent. Ja, zegt hem, ik weet het. Maar, we gaan ons niet laten doen. Hè. Nee, ik zeg, nee, niet kwets van laten doen. Maar je moet toch weten dat de doodsklok luidt. Hè. Hij wist dat dus heel goed. Hè. Mensen zeggen, beweren wel eens, en dat zou misschien wel kunnen zijn, dat mocht hij, toen de eerste ziekteverschijnselen zich voordeden, had hij toen gestopt met roken, niet meer gedronken, rustiger gaan leven en dat soort dingen, dat het misschien langer had geduurd. Maar dan zou er 10 jaar geen zus Verlij geweest zijn. Zus was de man met het sigaretje en de slok whisky en de, het goed glas wijn en het eten en de drukte. Frans Verleijen noemde zichzelf een religieus vrijzinnige. Hij betreurde het verdwijnen van rituelen en symbolen in de katholieke kerk. Ik denk dat godsdiensten, kerken, door de mens gecreëerd zijn van in de oertijd. Van zodra we ergens een archeologische beschaving zien ontstaan, zien we dat de mens godsdienst maakt. Of culten, of een systeem om de angst voor de dood te overwinnen. En vandaar denk ik dat godsdiensten nuttig zijn om samenlevingen op te bouwen. Daar ben ik van overtuigd. Maar vind ik ook dat godsdiensten mysterieus moeten zijn. Dus waar is de mens, waar wordt hij naar getrokken in zijn grote, grote bestaansproblemen? Naar de duisternis van een kerk met flakkerende kaarsen. Wanneer daar op zijn grafzerk staat in Lissewegen, waar hij begraven ligt, op dat stuk Arduin gebeiteld staat, en we zullen het raadsel nog vergroten, die zin van Mulisch, van Harry Mulisch. Wel nu, ik denk dat de uitdrukking zou kunnen zijn van Ooks, wat zus Verlij ook is, hè? Die zoeker. Hij wil alle raadsels ontrafelen. En elk artikel dat hij geschreven heeft, elke lijn die hij geschreven heeft, was eigenlijk een poging om dat te doen. Maar het is inderdaad wel mooi, denk ik, in het leven dat een groot onbekend terrein voor u blijft liggen. Want misschien moesten alle raadsels ontrafeld zijn, zou de wereld niet meer leefbaar zijn. Als God zou bestaan, zouden ze zijn ruiten ingooien. Dus laten we zijn adres niet weten. Dan wordt hij niet gevonden door stenen.
het beste is het raadsel te vergroten. Ja. Volgende week sluiten we onze reeks over journalistieke dwarsliggers af met een portret van Johan Antires. Zijn bijnaam was het enfant terrible van Vlaanderen. Op tv en in boeken en tijdschriften, hij maakte van stijlvol mopperen een handelsmerk. Ik vind als iemand premier wordt van een hoofdzakelijk Nederlandstalig land, dan moet hij op zijn minst een beetje belangstelling voor de taal die hij moet gebruiken aan de dag leggen. En dat doet hij de hanen niet. Mag ik water in uw wijn doen? Ja, mag ik een beetje. Zegt u mij, dat is na, leve de Republiek. Nee. Ja, nee, ik hoef niet van, want ik zeg... Leve de Republiek, dat betekent leven, ik zou graag leven worden. Antires, leven Pascal de Bozer, dat zijn wij allen. Zeg, je hebt je mooie bruine pak aan, hè? Toen we met jou kwamen praten, toen zei je, nee, ik wil mijn grijs pak aan doen. Ja. Ik ben hier gekomen in mijn grijs pak en ik ben teruggevlogen. Als een professionele brompot en een satiricus met een scherpe pen en een scherpe tong. Zo herinneren de meesten zich Johan Antires. Maar zijn hele historie vertellen wij volgende week. Heel graag tot donderdag.